TSC maakte in april en mei het onmogelijke mogelijk. Door 7 overwinningen op rij, waarbij de concurrentie steeds weer punten liet glippen, kroonde de Tielse hoofdklasse zich tot kampioen. In de laatste competitieronde was winst bij Blauw-Geel 38 in Veghel nodig om de titel te pakken. En dat deden de Tielenaren overtuigend met 4-0. Op het kunstgras van Blauw-Geel 38 voelde TSC zich al snel op zijn gemak. De eerste 5 minuten waren nog voor de thuisclub, maar daarna namen de bezoekers de wedstrijd stevig in handen. De ploeg uit Veghel trok steeds verder terug op eigen helft. TSC brak de ban al na 12 minuten. Opnieuw uit een corner, de specialiteit van de Tielenaren. Daaruit viel de 0-1. Kirby de Wind nam de hoekschop. Hezen ging net onder de bal door, maar Joel Sanaki stond bij de tweede paal op de juiste plaats om wel in te koppen. Halverwege de eerste helft ging Matthijs van Gessel op rechts sterk door. Zijn harde voorzet werd door Jip Bartels ingetikt. De doelman stopte de inzet in eerste instantie, maar was op het tweede schot van Bartels kansloos. 0-2. In de extra tijd van de eerste helft gooide TSC de deur definitief in het slot, met de mooiste aanval van de middag. De Wind, hij degradeerde zijn tegenstander meermaals tot figurant, snelde van links naar binnen toe en verlengde de bal van Joel Sanaki. Deze controleerde de bal, kapte zijn tegenstander uit en passeerde doelman Jeffrey Vendrig in de korte hoek. 0-3. Na een kwartier voetballen liet Kurtley de Wind op links zijn tegenstander opnieuw zijn hakken zien. De zuivere voorzet werd door Bartels in het doel gewerkt. Het was 0-4. Ibo, alles kan. Woorden schieten tekort. Hè? Fantastisch. Absoluut. Dit is waar we naartoe gewerkt hebben al jaren. En dit jaar al helemaal. Je ziet dat we gewoon het verdiend hebben. Dat ik denk ik ook wel. Ook al hebben we een mindere periode gehad. En dat we dan die eindsprit maken. En dat we het gewoon kampioen worden. Heerlijk. Ja, en dan nu die topklasse. Maar laten we eerst, first things first, even de wedstrijd doornemen. Ja, ik denk dat wij gewoon ons eigen spelletje gingen spelen en dat pakte goed uit. We scoorden vrij snel, moet ik zeggen. We kwamen op 1-0 en dan komt die 2-0 en dan krijg je nog kans op 3-0. Gelukkig dat we net voor de rust 3-0 maken, dat is een heerlijk gevoel. Ja, de tweede helft wordt natuurlijk wat meer de tempo en zo, gaat dingetjes weggeven. Maar we hebben de 0 gehouden en meer bijgescoord, dus heerlijk. Jouw eigen spel was subliem eigenlijk, hè, achterin. En daarom hebben we jou verkozen tot man of the match van deze laatste wedstrijd van het seizoen. Gefeliciteerd. Heerlijk, dankjewel. Ja, we begonnen op middenveld, moet ik zeggen, eerste kwartiertje. En toen gingen we schuiven naar de achterin. Ging een stuk beter, moet ik zeggen. Ja, weer de 0 gehouden, dus helemaal lekker gevoel van de laatste man. En dan volgend jaar, volgend seizoen, de topklasse. Besef je dat al? Dat komt dadelijk naar de feestjes wel. Ja, komt allemaal goed. Succes trainer Hanky Leatemia. Wat een fantastisch gevoel moet dit geven. Ja, succes trainer. Ik denk een succes team hebben. En, dat is gewoon een geweldig gevoel. Ja. Dat je weer naar de topklasse mag. Dat is natuurlijk een mooi streven voor TSC. Echt geweldig. Maar goed, ik zeg, jij zegt dat het team oké is. Dat is natuurlijk ook zo. Maar die trainer die is toch wel van wezenlijk belang. Want hoeveelste succes is dit voor jou bij TSC? Als trainer is het alleen maar goed gegaan. Is volgens mij de vierde in binnen 5 jaar, volgens mij. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk een kunstje wat zelden of misschien wel nooit vertoond is. Even het seizoen terugblikken. Wat is jouw visie erop? Ja, de eerste 5-6 wedstrijden fantastisch. Op Dongen na. 4-0 kregen we daar op de kloten, zeg maar. En daarna ja, gewoon met heel goed voetbal, mooi voetbal en prachtig voetbal zelfs nog. Complimenten gekregen van de tegenstanders. Alleen daarna voor de winterstop een beetje terug, weer een beetje wat minder gelopen. Na de winterstop goed, niet goed, goed, niet goed. Ja, tot de laatste 5 wedstrijden voor deze kampioenschap. Ja, daar hadden we eigenlijk niet meer op gerekend. Nee, niemand niet, maar toch is het gebeurd. En dan nu die topklasse. Fantastisch. Ja, dat vind ik wel geweldig. Ja, ik vind het natuurlijk een mooi historisch moment voor TSC. Als speler hebben we zelf alleen maar tot de hoofdklasse kunnen spelen. En nu topklasse. Ja, als trainer dan ben ik wel een beetje jaloers op de jongens. We gaan je veel succes in de toekomst wensen, Hanky. En veel plezier de komende tijd. Ja, gaat ook zeker lukken.
Jip Bartels, ah, wat een fantastische pot weer. Hè? Het houdt niet op. Nee, het houdt zeker niet op, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat we echt hebben laten zien dat we terecht kampioen zijn. We hadden het zwaarder verwacht hier bij Blauw-Geel, maar vanaf het begin hadden we de controle en voelden we met de hele groep dat er iets moois te wachten stond. En gelukkig hebben we het goed kunnen uitdrukken in de stand. Dat had nog wel meer kunnen zijn, maar een heerlijk gevoel om hier te staan met de schaal. Ja, 4-0 is voldoende, hè? Maar het krachtsverschil was groot. Ja, was enorm eigenlijk. Maar ja, ik weet niet zozeer of dat hun lag of een ons lag. Ik denk dat het vooral we de enorme wil hadden om vandaag te laten zien dat we ontzettend goed kunnen voetballen. En dat we het waard zijn om de topklas in te gaan. En ik denk dat wij dat hebben we laten zien. En ik kan echt niet wachten om volgend jaar op een level hoger te laten zien wat we kunnen. Kunnen we daaruit concluderen dat jij bij TSC blijft? Ja, ik blijf sowieso bij TSC. Ik heb het enorm naar mijn zin. Het project is heel leuk. We blijven winnen, we blijven ontwikkelen. We hebben een jonge groep waarbij iedereen ook graag wil blijven. En als je ze vandaag hebt kunnen zien, snap ik wel waarom, denk ik. Die kampioenschaal, natuurlijk hebben ze allemaal verdiend, alle 11. Maar jij ook wel in het bijzonder, hè, met al die mooie doelpunten. Laat hem nog even zien aan het publiek. Kampioenen! Henk Driessen, wethouder sport. Wat een fantastisch gebeuren hier in Veghel. Ja, dit is een van de topdagen van mijn bestaan als wethouder natuurlijk. Wethouder sport en dan getuige mogen zijn dat TEC promoveert naar de topklasse. Ja, dan dat is gewoon top, klasse. dat is mooi omschreven. Historische grond hier in Veghel dus voor Tiel. Ja, want zo hoog hebben wij met een Tielse ploeg nog niet gespeeld. Dat is de echt hoogste klasse in de amateursport van het voetbal. Ja, en dat is mooi om daar getuige van te zijn. TC groeit als kool de afgelopen jaren. Alles moet mee. Gaat de gemeente daar ook nog een rol in spelen in de toekomst? Nou ja, we kunnen als gemeente kijken wat we kunnen betekenen. Wij hebben als gemeente natuurlijk altijd wel gezegd dat wij voor de breedte sport gaan. Dit is echt al richting de topsport. En ik heb begrepen dat er wel extra eisen bij gaan komen. We moeten kijken wat we als gemeente kunnen doen. Alleen, wij gaan niet faciliteren. Dat past niet in ons sportbeleid helaas. Nee, maar goed, het is wel zo dat landelijk TC Tiel op de kaart zet. Ja, absoluut. En daar zijn we natuurlijk buitengewoon blij om. Volledigheidshalve, de statistieken van de uitslagen van 10 mei 2015. Baronie Groenester 1-0, AWC UDI 19 1-2, Dosco Deurne 8-0, De Valk Gemert 0-1, OSS 20 Dongen 3-0, RKSV Schijndel Top 4-2 en Blauwgeel 38 TEC 0-4. De eindstand van de hoofdklasse B zonder amateurs, TEC, kampioen. 26 wedstrijden gespeeld, 53 punten. Gemert is geëindigd als tweede met 1 punt achterstand op 52 punten. UDI 19, 49 punten. OSS 20, 48. Dongen, 26 gespeeld, 48 punten. Blauwgeel 38, 26 gespeeld, 46 punten. En Baronie uit Breda, 26 wedstrijden gespeeld en 40 punten. Het volgende seizoen speelt TSC in de topklasse. Tot slot ziet u nog een aantal sfeerbeelden van de kampioenen uit Tiel. Even opzij, die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Die bang is voor fouten, doet het nooit goed. Zon of regen, wind mee of tegen. Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan. Blind van vertrouwen, aan een half of genoeg. Schouder aan schouder, alsof iemand je draagt. Het mooiste ligt voor ons. Het mooiste ligt voor ons. Als we schouder aan schouder staan. Als we schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder, hetzelfde doel. Uit hetzelfde hart. Met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan. Zolang we maar schouder aan schouder staan.
Dit jaar heb ik iemand kort geleden. Dit jaar heb ik kort geleden een superbelangrijk lid van ons, Ben de Gooyer. En daar wil ik eventjes bij stilstaan. Want als er één heel betrokken was, iedere training, iedere wedstrijd, iedere keer wij zeuren op het veld moet goed zijn, Ben. Ik wil daar eventjes stil bestaan. Mag ik eventjes een half minuut, hoef geen minuut te zijn, maar even een minuut stilte. Even voor Ben, jongens, want dat is een groot gemis voor Ben. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Oké, boys. Party time.